vind, als iedereen zich even laat prikken, dan kunnen we weer van alles doen, hè. Dus hoe sneller, hoe beter. Sinds 14 mei heeft Bokstel een coronapriklocatie in Sporthal De Brake. We hebben een bijzonder jaar achter de rug, waarin we allemaal geconfronteerd zijn met de maatregelen en de impact daarvan op ons welzijn, welbevinden, op onze gezondheid is natuurlijk enorm in alle fronten. Zowel de mensen die geconfronteerd zijn met ziekte en overlijden, als ook met mensen die geconfronteerd zijn met de maatregelen. En dat maakt dat wij als GGD Hart van Brabant ontzettend trots zijn dat we ook hier met de gemeente Bokstel in een hele goede samenwerking een locatie hebben kunnen vinden waar we de komende tijd de mensen uit Bokstel en omgeving kunnen vaccineren tegen het coronavirus. Ja. Voor mij is dit het begin van het einde. En dat heeft te maken met het feit dat ik niks anders ken dan de coronapandemie. Ik ben begonnen in november 2019 als burgemeester. En drie maanden later hield alles op. Dus eigenlijk ben ik niet eens fatsoenlijk ingewerkt. En ben ik eigenlijk een soort van coronaburgemeester. Daarmee ben ik ook de enige in de regio, want al mijn collega's waren al langer bezig of waren eerder begonnen. Dus voor mij is dit hele coronaverhaal het normaal. En ik ben erg blij dat ik naar het echte normaal nu weer kan gaan toewerken. En dan bijzonder blij dat Bokstel dus ook een vaccinatielocatie heeft gekregen. Omdat dat betekent dat we hiermee een heleboel mensen gerust gaan stellen. Ik check dan de gezondheidsverklaring. Ja, het loopt als een zonnetje, als een trein. We merken ook, mensen die gevaccineerd zijn, voelen vaak opluchting, zijn blij dat ze gevaccineerd zijn. Ik hoor een heleboel geluiden op dit moment dat mensen uit Bokstel zelf zich willen laten prikken hier en dat het niet lukt. Weet u daar een verklaring voor? Nou, mensen krijgen allemaal de oproep om zich te laten vaccineren, hè, op basis van leeftijd of op basis van medische indicatie. Kunnen dan een afspraak maken via het callcenter of via de website. En afhankelijk van de beschikbaarheid in de locatie, dus het aantal plekken wat er nog beschikbaar is. En de dichtstbijzijnde locatie waar mensen wonen, worden ze ingedeeld. Dus op het moment dat Bokstel helemaal vol zit en je sneller aan de beurt kunt zijn in een locatie hier in de buurt, bijvoorbeeld Tilburg of Den Bosch, dan kan het zijn dat het systeem je daar naartoe verwijst en ja, op het moment dat er ruimte is in Bokstel, ben je als eerste in Bokstel aan de beurt. Ja, wij zouden natuurlijk heel graag hier nu volledig alle straten beschikbaar stellen, maar daarin zijn we echt afhankelijk van de levering van de vaccins. Op dit moment is het zo dat wij de vaccins verdelen over de regio Hart voor Brabant en we in alle locaties nog ruimte hebben. En op het moment dat er straks de komende weken, zoals ons beloofd wordt, grote hoeveelheden vaccin geleverd worden, dan zult u zien dat al deze straten vol gaan draaien. Nou, de verwachtingen zoals die nu in ieder geval vanuit het kabinet, vanuit de minister Hugo de Jonge naar ons worden gecommuniceerd, dan hebben we het echt over de opschaling vanaf week 22, 23 tot week 28, waarin we echt de verwachting hebben dat we landelijk richting 1,5 tot 2 miljoen vaccinaties gaan groeien per week. We zijn hier natuurlijk een paar dagen open en wat ik in ieder geval terugkrijg van de mensen die hier werken is hoe gedisciplineerd de Bokstelaren zijn. Dus zij komen in tegenstelling tot een heleboel andere priklocaties keurig op tijd voor een afspraak, zodat je buiten in ieder geval geen opstoppingen hebt. En dat gaat echt heel voorspoedig. Ja. Bent u zelf gevaccineerd? Ja, toevallig wel. Ik heb een oproep gekregen en heb daarvan direct gebruik gemaakt. Op het moment dat duidelijk was dat er in Bokstel een locatie moest gaan komen, is er ambtelijk gelijk gezocht naar mogelijke panden waar zo'n priklocatie geopend zou kunnen worden. In de diverse categorieën. En nou, u heeft net gehoord, ze wilden in eerste instantie hier met een kleine en uiteindelijk konden we hier naar extra large. Dus dat betekende dat je meerdere mogelijkheden al onderzocht moet hebben op beschikbaarheid, maar ja, en ook op snelheid van kunnen openen. Nou ja, dat is keurig gelukt. Dus die samenwerking tussen GGD en onze ambtenaren is heel voorspoedig gegaan. Ik ben zojuist gespreken. Ja? Weet u ook waarmee? Pfizer, denk ik. Stond erop, ja, op het kastje. Ja. Waar komt u vandaan? Eindhoven. Helemaal uit Eindhoven. Waarom niet in Eindhoven geprikt? Ik kon kiezen Veghel, Helmond of Bokstel. Meer keuze had ik niet. En toen was dit de
eerste mogelijkheid? Of te dat is dichtstbij van mij uit. Ik woon in Noord-Eindhoven, dus dat is 20 minuten. Oh, oké. Okay. Hebt u getwijfeld om u te laten prikken? Nee. Nee? Nee? Want? U wist het zeker? Ik wist het zeker. Ja. Moest je nog lang nadenken voordat je dacht, nee? Nee. Nee, ik vind als iedereen zich even laat prikken, dan kunnen we weer van alles doen, hè? Dus ja. Hoe sneller, hoe beter. Ja.